We hebben zojuist boodschappen gedaan. Jullie hebben natuurlijk net genoeg gestookt met onze Belgische vriend. En we hebben nog een beetje werk over. Ik zal het even laten zien, een kleine collectie. Wat bij jou bent. Oké. Okay. Bij elkaar dan. Is dat het? Ja, ja, nou, dat ligt nog mee daar. Een hoekje. Een hoekje. Hierop. Ja. Hebben we alles hier nou? Ja, dat is alles ook, toch? Ik denk het ook. Cobra 6. De originele. Cobra 6. De originele. Cobra 6. De originele. Dat komt er wel uit. Cobra 6. De originele. Cobra 6. De originele. Hou op hoor. De originele. Hou op. Supercracker. Triplex. F3Cometa. Half half. Even de Jorgen, gratis. Jorge. Of Jorgen, hoe wil je het noemen? Of George. Bom. Van Bom. Klaas Sergi traatjes. Even iets smal. Klote dingen. Nog een Cometa. 40 pieces TXP 0100. De Dum. De Dum 30. Die zijn echt goed, de Dum 30. Ja. Lekker zuigende knal. Tjoem. Cobra 6 extra. Extra nep. Twono Gold 20. Ook gratis, maar niet zo hard of zo. Ook gratis. Scream, Scream 1. Dat is ook gratis. Ja. Dan. Dan hebben we nog een dik ding. Dikke ding. Voor vanavond. Eén dik ding. De 6 inch shell. 6 inch. Dit is de Golden Wave Tourette. Dus. Pak hem eens uit. Ik kom even uit de pakking zien. Kun je een beetje bij je hoofd houden? En daarna les ik hem aan. Nou goed. Dat is heel lang geleden al 6 inch hebben gehad. Ja. Steek aan. Ik zou hem even mooi bij je hoofd houden. Dan kan je echt zien hoe groot zo'n ding is ongeveer. Groot. Net zo groot als mijn hand zo. Inderdaad, een mooi balletje. Ja. Kom op, 6 inch jongens. Ziek. En we gaan hier iets heel vets mee doen. En dat ga je er gauw genoeg zien. Ja. Dit is een Bomba Pyrotechnica Lustu. Ja, we gaan gewoon het water gooien zo aansteken. Nou, het is Liuwang Denting Fireworks. Ik weet niet, het is geïmporteerd door Triplex in ieder geval. Dus ja, gewoon een Triplex 6 inch. Kan niet fout gaan. Hopelijk. En in Traat gaan we een leuk project doen. En met de Cobra's gaan we een leuk project doen. Dus jullie zien zo meer. We gaan lekker eten. We hebben wel eten meegenomen. Eten. Met de tv-aanzetten, Poolse tv. Leuk. Polska. Kijk, lekker broodje hebben we hier ook nog. Ik weet maar ook niet wat het is, maar het kost vrij weinig. En je kan hier in de supermarkt betalen met euro's. Maar je krijgt wel zlotties terug heel veel. Ja. Bij briefjes krijg je brief euro terug, maar zlotties krijg je dan terug. Ja, we hadden 4 zak chips, 2 pizzabroodjes, 2 worstbroodjes, fles 7-up ja. En nog iets voor 7 euro. Het is echt een bende deze kamer, maakt helemaal niet uit. We gaan verder met wat wij willen doen. Ik kocht nu. Dikke bol. Wil je gooien? Ja. Het is een oude pijl, dus die zijn niet zo goed. Hoppen dat hij niet naar hier komt. Nee, hij ligt goed. Ja, wel redelijk. Nog een blendertje. En een gum nog. Die gooi je maar gewoon, hè. Ja, zeker. Ik heb nog lucht in. Opgefokt grombloem. We hebben de gum nog. Ja. Zullen we zo aansteken? Dat is goed. Wat een stilte. Ja. Ja, dat was een lange vertraging. Ja, dat was het dan alweer. Precies. Helaas. Een extra kring van allemaal rotzooi eigenlijk. Wat ik me niet hard gaat. En bovenop die mooie vlinder. Dus, we moeten even goed leggen dat we dit lontje aan kunnen steken. Zo, ja. Ja. Zullen we aansteken? Yes. Back up. Die vlinder was het wel, die maakte hem. Ja, die maakte hem, hè. Maar voor de rest, ja. Troep. Bagger allemaal. Goeie manier om eraf te komen. Welkom dat jullie weer kijken. Dus we hebben nou werkoverleg hier ook. We staan nou in het donker, op een mooi pad, verlaten pad. Ik heb hier heel wat vuur meegenomen. In ieder geval potten, pijlen, een paar klappers.
We hebben straks zo'n hele grote shell. Die heb ik niet hier liggen. Die ligt in de bosjes namelijk verstopt. Dat is een 6 inch. Dat is best wel flink. We gaan even kijken wat we afsteken, jongens. Van 1200 gram, onderhalve kilo. Classic. Classic. Dat ging niet goed. Volle bilijk. Zo. Wow. Als we een beetje korter stonden, man. Hadden we echt een groot probleem. Die heeft al te lang gelegen, denk ik. Joh, tochtig geweest of zo. Zet de klap erin. Jezus. Nou, 4 inch, welk effect was het ook alweer? Even kijken. Crackling butterfly. Oh, nou, ben benieuwd dan. Ik ook. Wat hij precies gaat doen. Kijk, ik heb geen aansteker alleen. Ah, je hebt geen aansteker. Nee, ik heb geen aansteker. Jij wel. Ja? Ja, die gaat lukken. Nou, welke lichte meisje gaan je zo? Pot afzeker. Ik heb achter pot, wacht even hier. Wacht even. Pot. Pot dit. Zij kan ze toch gelijk aan allemaal. Ja, ze doen. Ja, ze allemaal tegelijk aan. Oké. Okay. Kijk, wat hebben we nog de handen? Dan hebben we de Gold Waterfall. We hebben de Panzer. En dan hebben we de. Dan de 1,2 brokade dinges. Ja. Dus dan doen we gewoon deze 3 potten gelijk. 3 potten. Gaan we het lontje ook afpakken. Dat hoofdlont. Cool heer. Safe. Ja, dat zal deze zijn. Dus dan hebben we voor jullie 3 potten gelijk. 3 potten. En die? Wil je hem verder van de auto wegzetten? Zeker, maar ik doe ze eerst. Oh wacht, dat is het reserve. Maar ik ga ze eerst even hier uitpakken, zeg maar. Hé, volgens mij staat deze lang stil. Dan doet hij wel lekker bij het reserve rond. Ja. Ik vind het wel gezegend. Deze is ook heel mooi, die Golden Waterfall. Die is ja, nice, ja. Okay. Nou, ja. Dan ga ik deze even neerzetten, jongens. 3 potten. Nou, stik maar aan, jongen. Dat was de Zena, keek die omviel. Hij schoot heel snel leeg, die keek. Die Zena keek schoot heel snel leeg, ja. Maar misschien knalde die uit elkaar of zo. Ik weet niet. Dat was echt even gevaarlijk. Kijk hier, joh. Hij is maar uit elkaar geknald. Er is er eentje in de pot geknald, hier. Inderdaad. Kijk, jongens.
Jullie zien het maar weer. Ook al is het legaal vuurwerk dit. Ja. Goedgekeurd CE. Er is er eentje hier in de buis geknald. Oh, lekker. En die heeft heel de cake kapot geknald. Is hij wel helemaal afgegaan trouwens. Dus, ja, ja, hij is wel afgegaan. Hij is volledig afgegaan. Hij schoot zichzelf daarna in één keer leeg. Lekker. Deze is wel gewoon goed gegaan. Nou, ik zei dus in één keer, oh, jij zag het volgens mij niet eens, joh. Ja, ik zag hem in één keer omvallen. Boem in één keer. Hij knalde uit elkaar. Ja. Nou, gevaarlijk, maar wij gelijk verder stoken. Ik ga de deur goed op slot, hè. We zijn in Polen, hè. Crimineel hier allemaal, hè. Dan zoeken jullie de schoenen uit. Goeie tutorial. Hoe doe je jas uit? Zo, en hoe doe je pols dansen? Hou op, hoor. Jongens, Mike heeft... Wat heb je op? Koerva. Niet doorgenomen. Mike is vrolijk, hij heeft zijn moer genomen vandaag. Nee! Hij zegt nee, maar ik moest toch al 15 minuten buiten wachten. Heeft hij goed gelijk? Nee, ja. Ja, het is weer heel laat s'avonds natuurlijk. Echt heel laat. Ja, ik heb 2 euro heb ik uitgegeven. 2 euro. We hebben hier een ja, toffe Mac. Het is ongeveer 2 uur nu. Dit is echt hemels. Het staat bijna 2 uur gewoon, s'nachts. Ja, half moe. Oh, ja, gaan we slapen, jongens. Nee, jullie zien ons vast nog teruggekeerd. En we hebben vandaag geluk gehad, want er geen politie, want ik had mijn geluksokken natuurlijk aan. Heb je sokken zeker? Ja, met geluk. Waarom ga je die promoten eigenlijk? Ja. Is daar een reden achter? Krijg je betaald of zo? Nee. Leid je een dubbel leven? Ja. Oh, wat verkoop je? Niks. Ik ben rijk aan neef. Aan neef ook. Zo jongens. En nou liggen we alweer op bed. Mike natuurlijk daar helemaal een kilometer verderop. Mike! Neem maar van me! We hebben al een lekker glaasje drinken gepakt en een lekker Pools vodkaatje. Altijd goed natuurlijk. Jullie wouden dit jaar meer vuurwerk zien in de vlog zelf. Buiten de stook in Polen video om. Dus dat zijn we gaan doen. Jullie zien veel vuurwerk jongens. Wij gaan nog eventjes genieten van die mooie dame daar. Nee, het is gewoon een muziek tv. Dat is het enige wat we een beetje kunnen staan. Ja, dan zien we jullie weer terug volgende week. Ah, toedoe. Laat kill. Dat is gelijk bezig hier al.